Wij vinden het heel belangrijk dat de restwarmte in de stad dat die nuttig wordt gebruikt. We zijn een stad die ernaar streeft om in 2045 energie-neutraal te zijn. En dan moet je dus alle bronnen aanboren die er beschikbaar zijn in de stad. En restwarmte is een hele belangrijke bron. We doen dat door nu heel concreet het warmtenet aan te leggen. En dat is een samenwerking van vele partijen. Een begin is gemaakt. Dat warmtenet willen we doortrekken naar de bestaande stad. De eerste stukje van het warmtenet, het gaat naar een nieuwbouwwijk. Vervolgens willen we doortrekken naar de bestaande stad, stationsgebied, universiteitscampus. In eerste instantie vanuit de gemeente is het vooral de samenwerking met bedrijven en andere overheden. We hebben bijvoorbeeld een Green Deal met het ministerie. Maar ook de provincie is een hele belangrijke partner in een stukje financiering van het plan. En natuurlijk de bedrijven zelf. De grote kachel voor Nijmegen is de komende jaren de ARN, de afvalverbranding. En zij kunnen, het businessmodel is nu gestoeld op zo'n 14.000 aansluitingen, huishoudens. En dat kunnen ze makkelijk aan. Dus de vuilverbranding wordt de kachel van Nijmegen. En zo wordt de vuilverbranding ook weer een stukje duurzamer. Het congres is heel erg belangrijk om met elkaar uit te wisselen van hoe dat moet met zo'n warmtenet. Het staat opnieuw in de belangstelling. Het is al een oud concept. Maar het staat opnieuw in de belangstelling bij alle steden, provincies die toch naar energie-neutraliteit werken. In het kader van de hele energietransitie. Wij gaan ook graag vertellen op dat congres over ons warmtenet en over het masterplan energietransitie wat op dit moment in de maak is.